Hoi, meisjes en jongens. Luister eens even naar me. Afgelopen woensdag hebben jullie waarschijnlijk ook Sesamstraat gezien, hè? Die aflevering gaan we nu herhalen. Mooi zien. Ga jij de winkel maken? Kan jij dat? Ja, natuurlijk, Pino. Waarom zou ik dat niet kunnen? De deur klemde een beetje. Ze ging zo moeilijk open en dat herstel ik even. Ja, de schroeven zaten een beetje los. Wacht, ik zal hem even vasthouden. Anders gaat het vast niet goed. Deze deur is vreselijk zwaar. Doe maar, Stien. Doe maar voorzichtig. Anders doe je je pijn. Ja, ik vind het erg lief van je, Pino, dat je zo bezorgd om me bent. Maar ik kan het echt wel, hoor. Als je een winkeltje hebt, dan moet je van alles kunnen. Ook deuren herstellen. Maar ik wist niet dat meisjes dat ook konden. Tommy zegt van niet. Ja, Tommy zegt dat mannenwerk is, hè? Tommy zegt dat jongens veel sterker zijn als meisjes. Je hoeft hiervoor toch niet sterk te zijn? Oh, ik heb altijd al met een hamer en spijkers gespeeld. Ook toen ik nog een klein meisje was en daarom kan ik het nu. Tommy! Kom eens hier. Sien kan haar winkel maken. Ja, hier ben ik al. Wat maak jij een lawaai, Pino? Maar wat zei je? Sien kan de winkel? Hé, wat? Hé, Sien, wat doe je nou? Je maakt je hele winkel kapot. Oh, wat is er met die deur gebeurd? Laat alles rustig zo staan, Sien. Anders dan valt je hele winkel in elkaar. Ik ga meteen naar Piet toe. Piet! 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 Je hebt gelijk, Pino. Tommy denkt dat meisjes dat niet kunnen. Ik had niet eens even de tijd om het uit te leggen. Laat het werk maar staan, Sien, tot Piet komt. Met Sien gebeurt dus. Kom gauw mee. De hele winkel stort in elkaar. Dat kan ze niet, Piet. Oh. Piet! Ja, maar wat kan ze niet? Wat is er aan de hand, Tommy? Vertel nou eens rustig. Wat is er met Sien? Sien, die staat met allemaal heel gevaarlijk gereedschap aan de deur van de winkel te prutsen. En het gaat helemaal fout, Piet. Je moet onmiddellijk meekomen. Dat is geen werk voor vrouwen. Dat is mannenwerk. Ik denk dat ik wel weet wat er aan de hand is. Want Sien heeft vanmorgen wat gereedschap van me geleend. En ze moest nog een klusje doen, hè? Ja. Oh. Denk jij soms dat Sien niet met gereedschap om kan gaan? Nou ja, goed, dan ga ik wel even met je mee. Nou, Piet, kom maar mee. Zometeen dan slaat ze nog met die zware hamer op de vingers. Ja, nou goed. Kom op dan maar. Oh. Wat mooi, Sien. Wat knap van jou. En bedankt voor je hulp, Pino. Met z'n tweeën gaat het vlugger dan alleen. Dacht ik het niet. Daarom was Tommy zo ongerust. Doet de deur het weer, Sien? Oh, het was maar een kleinigheidje, Piet. De schroeven van de scharnieren zaten een beetje los en die heb ik wat vastgedraaid. En een druppeltje olie deed de rest. Tuurlijk. Ja, ja. Pino zal je wel gezegd hebben hoe je het doen moest, hè?
Nee hoor, maar ik heb wel goed geholpen, hè Sien? Ja hoor, Tommy, Pino heeft me wel geholpen, maar ik heb het allemaal zelf bedacht en gedaan. Meisjes kunnen dat ook. Natuurlijk, meisjes kunnen dat ook, Tommy. Ja, maar niet zulke mooie huizen en garages en winkels bouwen als ik. Weer niet gelukt. Dames en heren, goochelaar Herman. Dank u, dank u. Dames en heren, ik dank u. Dit is dan nummer 1. Niet gek, hè? Ik doe die 1 en die 1 samen en hoepla, nummer 2. Ik neem nu nog een nummer 1. Doe die bij de 2 en hoepla, een nummer 3. Ik neem nog een nummer 1. Doe die bij de 3 en hoepla, een hele mooie 4. Ik neem nog een nummer 1. Doe die bij de 4 en hoepla. Oh, nummer 5. Vervolgens neem ik weer een 1. Doe die bij de 5 en hoepla. Een mooie nummer 6. Nu neem ik weer een 1. Doe die bij de 6. Beweeg mijn goochelvingers. En hoepla, een hele mooie 7. Nu neem ik weer een 1. Doe die bij de 7. Hoepla. Haha, een 8. Ik neem nog een nummer 1. Deze. Kijk maar. Hoepla. Nummer 9. Ik neem deze 1. Doe die dan bij de 9. Kijk maar. Oeh, de grote 10. Dank u. Herman, wat een succes. Hallo. Vandaag gaan we samen met jullie tellen. Kijk, ik heb hier kopjes en schoteltjes en die gaan we nu samen instellen. He? Zeg, Ernie, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Kijk, ik ga die kopjes en schoteltjes stellen. Nee, niet doen. Die zijn allemaal erg breekbaar. Die breken heel gauw, hoor. Niet doen. Doe het maar niet. Dat kan toch geen kwaad? Ik ga ze alleen tellen. Hou nou op, Ernie. Je maakt je te veel zorgen. Oh. Let op, we gaan beginnen. Eerst gaan we deze grote stapel kopjes tellen. Goed? En daar gaat hij. Pas op. 1 kop. Klopt dat? Ja. 2. Drie stuks. Dit is het vierde. Zie je, er zitten 4 kopjes in deze stapel. Ja, zet ze nou maar weer weg hoor, Ernie. Nee, wist, nu nog de schoteltjes stellen. Ernie, gaat hij de schotel stellen. Ernie, wil je wat voor me doen? Ja, bedankt. Schiet een beetje op. Mijn best. Nee, niet zo vlug, niet zo vlug. Nee, doe het langzaam en voorzichtig, ja? Langzaam en voorzichtig tellen. En daar gaat hij. 1 schotel. En dit is nummer 2. En dus even kijken, nummer 3. Ja. En dat is dan nummer 4. Oh. Er zitten 4 schotels in deze stapel. Oh, dat is voorbij. En nu gaan we de kopjes en schoteltjes samen tellen. Nee, niet nog eens. Let op, daar gaat hij. Samen gaat het. Wees toch voorzichtig, Ernie. 1. 2. Kijk uit, kijk uit. 3. Pas op. 4. 5. Ernie. 6. Ernie. 7. Nog 1. 8.
Er zitten 8 schotels in deze stapel, Bert. Prima, goed. Dat tellen van jou was heel goed, hoor. Zou je ze nou ook weer even op kunnen bergen? Ja, ik zal ze nu meteen opbergen, Bert. Maar voorzichtig, 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 Ernie. Voorzichtig, voorzichtig, ze breken. Ernie, Ernie, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Voorzichtig, alsjeblieft, voorzichtig, Ernie, ze breken. Ernie, Ernie, kijk uit. Ze vallen, hè? Kijk, hoor. Jawel, ze vallen wel. Niks, hoor, kijk. Ja, ja, kijk uit. Kijk, ik heb ze aan elkaar geleemd. Ik ben Pepe. Ik heb een huis getekend met een deur en vensters. De vensters kunnen open en dicht. Als de vensters openstaan, komt er frisse lucht naar binnen. Als het regent, sluit je beste vensters. Het kan binnen regenen, zoals hier. Kan ik u helpen, meneer? Ja, ik wil een hoed hebben. Een hoed? Oh ja, even kijken hoor. Wat vindt u van deze hoed, hè? Nee. Nee, vindt u deze beter? Nou, nee. Ook niet? Deze dan? Vindt u deze mooi? Nou, nee. Oh, nou, deze dan? Deze of deze? Nou, deze, deze is wel heel erg mooi, hoor. Ja. Nee? Nee. Oh. Ze lijken allemaal op elkaar. Oh. Ze zijn allemaal gelijk. De kleur, de vorm en de maat. Heeft u soms geen hoed die anders is? Een hoed die er niet zo uitziet als de rest, dus eigenlijk meer een heel ander soort hoed. Ja, hier heb ik een hele mooie grote witte cowboyhoed. Te gek gewoon, hè? Ja. Ja, die is echt te gek. Die ziet er inderdaad te gek uit, zeg. Wat? Maar zonder paard is hij wel een beetje al te gek, hè, eigenlijk, vind ik. Zeg. Maar ja, maar goed dat ik er dan een bij me heb, hè. Zo'n paard. Joepoe! Hie! Hoeha! Hiewie! Ben je boos? Pluk een roos. Zet hem op je hoed. Dan ben je morgen weer goed.